Ja, Cultuur in Actie, u kijkt nog steeds. Mijn naam is Richard Groenendijk en aan tafel bij mij zit filmmaker, journalist en tekstschrijver Brian Op de Dijk. Klopt, Brian, ik had ook net als twee gasten geleden nog nooit van jou gehoord. Jij bent filmmaker, maar waar kunnen we jou van kennen? Ik heb twee films gemaakt, de Confrontatie 1 en de Confrontatie 2. En nu heb ik een project lopen over pesten met interactieve films, dat heet Pets. Pets, inderdaad, ja. In een ver verleden, dat zei je net even heel snel toen je kwam, heb je mij wel eens geïnterviewd over pesten. Ja. Jij hebt speciaal voor dit interview een verhaal op papier neergezet. Klopt, ja. Want waarom is het belangrijk dat jij hier vanavond je verhaal kan doen? Ik vind dat alle sectoren van, wat hier ook gebeurt, goede actie hier, dat alle sectoren gehoord moeten worden. En ik doe natuurlijk verschillende dingen, tekst schrijven, films maken en journalistiek. Dus ik denk van, nou, dat kan ik mooi bundelen en ik heb alles een beetje samengevat op papier, een verhaaltje ervan gemaakt. Dus, Ik zou zeggen, ga je gang, vertel wat je kwijt wil. Ja, helemaal goed. Mijn naam is Brian Op de Dijk, ik ben 27 jaar en vanaf mijn kleuterjaren leef ik al voor muziek, media en entertainment. Kortom, cultuur. Daaruit is een eigen mediaplatform gegroeid, Vips TV. We waren druk met de laatste voorbereidingen voor opnames van nieuwe themafilms voor ons lesprogramma Pets over pesten. We waren er helemaal klaar voor, alles was geregeld, we hadden er zin in. De eerste draaidag was voorbij en toen kwam het coronavirus. We konden niet verder. Alles in de cultuurwereld lag even stil. Moet door in andere vorm, met afstand, bijna lege zalen of ligt nog langer stil. Ook financieel. Cultuur is veel meer dan mensen denken. Iedereen heeft cultuur in zijn of haar leven. We luisteren muziek bij vreugde of verdriet in ons leven. We lezen een boek of gedicht. Gaan samen naar de film, het theater, de schouwburg, poppodia, naar een museum. We delen foto's, kijken tv, luisteren radio, binge-watchen op Videoland en Netflix, kijken op YouTube. Zonder dat men het beseft, wordt er meer cultuur gesnoven dan gedacht. Cultuur is niet alleen vermaak of vrije tijd, cultuur is ook leerzaam. Kijk bijvoorbeeld naar musicals als Soldaat van Oranje of belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. En als ik naar ons eigen project kijk, Pets, wij maken interactieve films over pesten voor het onderwijs. In dit geval dus over pesten. De klas kiest steeds hoe de film verloopt en zo denken leerlingen na over de situaties en leven zich in. Er ontstaat besef. Dus met cultuur, zoals film, kun je ook boodschappen vanuit maatschappelijke thema's overbrengen. Cultuur geeft een podium aan talent, geeft ruimte om talent te laten ontwikkelen. Dat is belangrijk. We hebben allemaal wel eens een foto gemaakt, geschilderd, een gedichtje, tekst of liedje geschreven, of was op een andere manier creatief geuit. Je wilt het dan delen. Mensen raken of entertainen. Ik heb zelf kansen gekregen en op mijn beurt geef ik talent ook een kans. Bijvoorbeeld in de films die ik met mijn team maak. Daar acteren bekende geschoolde acteurs samen met kinderen en volwassenen met weinig of zonder ervaring. Zoals acteur Michael de Roos daarover mooi zei, je leert van elkaar en dat maakt het mooi. Junior reporters gaan voor en met ons op pad en cameramensen beginnen tijdens of na hun opleiding bij Vips TV. Cultuur is niet alleen een hobby voor de makers en iedereen die ermee te maken heeft. Het is passie, maar bovenal is het werk. Het is leven. Opleidingen binnen cultuur worden vaak geschrapt, subsidies stopgezet of de steun is minder dan minimaal. Cultuur wordt onderschat, cultuur wordt ondergewaardeerd. Daarom, als je ooit geraakt bent door of genoten hebt van een lied of rap, een schilderij, een musical, toneelvoorstelling, cabaret, klassiek, een concert, een boek, gedicht of een film, laat je stem dan horen en zet je in voor de cultuur. Laat het niet verloren gaan. Stel je leven eens voor zonder cultuur. Geen muziek, theater, foto, film, tekst, schilderij, alleen maar stilte. Cultuur is er voor iedereen. Maar ben jij er ook voor cultuur? Nou, ik heb hier niks meer aan toe te voegen, jongen. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Kijk, mensen zoals jij moeten we hebben. En in één keer vloeiend, geen autocue, dat heb je opgeoefend. Papier. Nou, je kan altijd nieuws nog voor gaan lezen. Precies. Ik wens je heel veel sterkte. Jij staat voor hoeveel mensen hier vanavond? Met ons team zijn we gauw op 150 mensen die we maken met ons project. Dus 150 mensen. Nou, die tellen we met plezier bij die 58.232 op. Brian, zet je handtekening. Ja, ga ik doen. Dankjewel dat je er was.